المسائل الأربع. De vier essentiële punten. المسألة الأولى العلم. Het eerste punt is kennis. لابد أن نتعلم أولا قبل أن نعمل. We dienen eerst kennis te hebben voordat wij handelen. قبل أن ندعو. Voordat wij uitnodigen. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا. Als wij de kennis hebben vergaard, dan is het noodzakelijk om hier naar te handelen. حتى يجتمع العلم والعمل. Zodat kennis en handelen gepaard gaan. فإذا تعلمنا وعملنا. Als wij dan hebben kennis hebben vergaard en hebben gehandeld. لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. Is het noodzakelijk om hier naar uit te nodigen? نعم. ثم لابد أن نصبر. En dat gaat gepaard uiteraard met geduld. أولا نصبر على التعلم. We hebben ten eerste geduld met het vergaren van deze kennis. ثم نصبر على العمل. Vervolgens het geduldig zijn in het handelen ernaar. ثم نصبر على الدعوة. En het volharden in geduldigheid bij het uitnodigen. إذا صنعنا هذا في الدنيا. Als wij dit doen in het wereldse. بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Met de wil van Allah Azza wa Jal zullen wij dan in staat zijn om de vraag in het graf te beantwoorden. الدليل على هذه المسائل الأربع. Het bewijs voor deze vier essentiële punten. سورة العصر. Is het hoofdstuk سورة العصر uit de Koran. أقسم الله سبحانه وتعالى بأن كل إنسان فهو خاسر. Allah zweert bij de tijd dat de gehele mensheid in verlies is. واستثنى من الخاسرين من يأتي بهذه المسائل الأربع. Uitgezonderd zijn de mensen die handelen naar deze vier zaken. نعم. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام. De geleerden hebben het geduld onderverdeeld in drie categorieën. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. Geduldig zijn in het verrichten van de aanbidding totdat deze voltooid is. نصبر على أداء الصلوات المفروضة الخمس. We hebben geduld in het verrichten van de vijf gebeden. نصبر على صيام شهر رمضان. We hebben geduld in het vasten van de maand Ramadan. الثاني الصبر عن المحرمات حتى نجتنبها. Het tweede is geduldig zijn in het niet begaan van de zonden. نصبر عن الشرك. We hebben geduld in het niet begaan van polytheïsme. عن الربا. En het nuttigen van rente. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله علينا. Derde categorie is geduldig zijn in hetgene wat een persoon overkomt aan rampspoeden of beproevingen. مرض أو فقر والله أعلم. Ziekte en armoede, etc.